Yo man, zeg ik wel eens goedemorgen. Want het is 7:07 's ochtends. Want ik ga vandaag weer lekker aan mijn werkfietsen. Ik neem nu tijdelijk fiets op, wanneer ik neem mijn werkfiets door de week. Want ik heb niet echt tijd voor vloggen. Ja, of ik moet 3 uur 's middags doen, nog 4:30. Maar ik zit altijd aan tijd gebonden. Want ik moet dan weer dat doen. Ik moet heel veel doen dat voor deze tijd. Maar ik kan vandaag 3 vlogs waarschijnlijk opnemen. Dus dat is de heenreis naar de werk, de terugreis. En misschien de vlog voor de training van een equipment voor wielrennen. En ik wil jullie allemaal bedanken voor de massa support dat jullie hebben binnen 15 uur met z'n allen 58 weergaven, of ondertussen meer dan 58 weergaven op de vlog 1 deel 2. Thanks. Ik had het serieus niet verwacht binnen 15 uur zoveel views. Ik had echt niet verwacht, maar ja. Er zijn mensen die vlogs niet leuk vinden, de eerste vlog niet leuk vinden. Ja, ja, ik moet wennen aan het vloggen. Ik denk als het even laat, hé. Als ik een paar vlogs verder ben, dat ik wel wat ervaren en rijking ben. Hoe het moet, wat ik moet doen. Als jullie nog tips hebben, laat ze vooral hier achter in de comments. Ja, haatreacties, ja, die krijg ik. Maar ja, hè, dat hoort erbij. Wel over. Als je zo'n... Ik heb 2 haatreacties, dus ja, dat wordt niet echt tijd voor de video. Maar ja, kijk, ik kan prima een video opnemen over haatreacties, maar dat is dan een hele korte. Daar heb ik niks aan. Aan zo'n korte video, daar heb ik niks aan. Want dat is mijn 2 haatreacties. And that's it! Oh ja, en bij de Q&A... Ik wil ook een Q&A opnemen nog, steeds. Laat hieronder ook wat vragen achter voor Q&A. Dan kunnen jullie me beter leren kennen. Dat zou echt wel super zijn. Ik zou echt zo leuk vinden. Echt geweldig zou ik dat vinden. Ik zou het echt geweldig vinden als jullie wat vragen zouden laten. Maar ik heb wel wat haatreacties uit. Ik moet weer eerst. Maar dat maakt niet uit. Ik stel gewoon een paar haatreacties. Maar ja. Boeien, ik dacht er gewoon op. Dat kan. Laten we kijken, mijn hele video af. En daarna plaatsen we pas een haatreactie. Ik denk, wat is dat? Kijk dan die video niet ofzo. Dat is... Wat is daar? Wat is de toeter hier? Ja. Snap je? Ik snap die logica niet. Je kijkt de hele video en ondertussen plaats je een reactie. What? Achterin wat ik denk. Ik kan niet door. Ik kan dan gewoon niet hoor. Ik vind het altijd leuk om een beetje weg te komen en de omgeving.
kijken zo. Elke ochtend fiets ik rond 7:30, 7:55. Alleen ik moet achter op de exam. Ja, meestal haal ik het. Maar nee, van 10 keer ben ik ook af en toe te laat. Ja. Ja, eerst een teentje op de fiets. Ja, heb je ook dat gedaan. Want als mensen gewoon op de voorrangsweg voor jou midden op de fiets gaan staan in de tweede langzij, dan heb je geen keuze om te wachten, wachten. En dan zeggen we, hebben we langs? Ja, ik mag niet langs. Wat ik over zeggen, dat ga ik niet doen. Het is gevaarlijk als ik over de weg ga rijden. Nou, ik kan het op zich wel, maar... Oh, wel vlug, dat is een mannen kapot. Dat is een Belg kapot. Zie ik altijd helemaal grap zien. Oh, wat een lamme kut. Kijk daar. Hier mag ik in. Ik weet niet of jullie dat soort punten zagen. Maar daar... Maar daar was het lammetje. Vond ik zo leuk. Kijk hoe mooi omgeving. Is dat geweldig zo hier. Achter me ook gewoon een en al natuur. Zijkant, huisjes, natuur. Dat is allemaal wel gezellig. Want hier zo meteen, hier aan deze kant. Dat wil ik jullie ook wel laten zien. Het zijn paarden. Paarden. Ik weet niet of je het kan zien, maar ja. Ja, dat is ja. Maar ja, je zag alleen de kont. Ja, je zag alleen de achterkant van het paard. Mooi hoor. Mooi hoor, dit grasveld. Echt top, subliem. Een mooi grasveldje. De reden dat ik niet daar had, is gevlogd hè. Zodat je nooit weet wat je op de weg terug kunt komen, tegen kunt komen. En ik heb altijd keihard zin in om een video op te nemen. Want ja, kijk, ik ben iemand die niet meer te rijden. Want ik kan ook niet van rond her. Want ik gewoon op het gaat, dan kan ik ook meenemen, want ik heb wel een proeftelefoon. En stel ik gewoon een special park. Want ik wil wel echt. Als ik naar een splashland ga of slidepark ga doen, dan kan ik jullie ook meenemen. Want ik heb toch wel wat voor elkaar telefoon. Ja, ik ben aan het sparen voor splashland of slidepark gaan doen. Ja, daar moet ik een tekenkaart kopen voor. Het huispark en het slidepark. En die twee combinaties, ja, dat is gewoon een beetje duur. Dat is gewoon pittig duur. Wat? Oh. Ah, zo, de weg is een beetje niet egaal hier. Kijk, dit is nog een andere weg. Dit is nog Beekbergen. Als je op dit kom je in Apeldoorn heen, doe ik zo. Kijk, ons door en zit in Apeldoorn. Apart, ja. Kijk, dit is nog voor. Beekbergen, dit is nog een Beekbergen. Zit wordt het donker. Omdat ik omhoog eens kijk. Nou het donker. Boom. Zie je? En dan rijd ik dus in de brug. En nou ben ik in één keer in de Apeldoorn. Maar het is onderwijs. Bij ben ik in de Apeldoorn geplant. Ik vind het gewoon geweldig. Dat ik... Smiley op de ding, een smiley getikken. Dat vind ik gewoon leuk, ja, ze gewoon een smiley op de ding. Die... Ik wel, ja, ik kan het laten zien. Maar dat is wel jammer, ik kan mijn camera niet zo in één keer draaien, want dan zie je niet. Dan zie ik niks of ik dat goed film of niet film. Kijk, dit vind ik wel mooi hoor, hier. Kijk, hier heb je Achmea of zo. Hier gaan we zo verzekeren. Wat ben je? Of dat gebouw. Dat gebouw.
Ben met jou, monsieur! Niet te tegen jou, nee, hier staat nog niks, hoor. Niks. Ja, centraal beheer. Centraal beheer. Ja. Er is op zich ook wat te doen. Lijkt me ook wel leuk. Maar ja. Nou ja, ik werk op de Veluwe groep, dus ja. Dat is een avond, dat ben ik nu al bijna. Ja, het zullen nooit zo lange vlogs worden. Het worden waarschijnlijk alleen maar vlogs van 15 minuten of 20 minuten. Momenteel. Maar ja. Tik tak. Tik. Tik tak. Tik tak. Leuk dat stop echt hoor. Geweldig uitvinding. Een stop is een uitvinding van de eeuw. Joehoe! En we mogen weer rijden. Jippie, 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 jippie. Dit goeie dag, dit doen we hem weer. Ik wist altijd in mijn vrouw dat ik niet meer kan. Maar dat is gewoon een iets wat ik heb. Ik ben soms gewoon serieus. Super de vrouw. Super de vrouw. Super de lieve vrolijk. Gewoon dat ik elke keer zin heb om naar het werk te gaan. Dan denk ik, yes, ik mag weer werken. Jippie! En we staan, yes! Maar kijk, als ik straks bekend ben, dan kan ik mijn geld verdienen met YouTube. Dan ga ik ook gewoon steeds werken, maar dan vrijwilligerswerk. Omdat ik helemaal geen geld kan, ja, kan mijn geld verdienen, maar dan verdien ik nog meer geld. En ik ga ben ik niet gelukkig. Het werk maakt je gelukkig. De mensen om je heen, die je mag. Die je graag ziet, dat is wat je geluk maakt. Geld, hou cash. Geld heb ik wel nog om over te leven, maar ja. Geld, dat is niet wat gelukkig maakt. Je wordt gelukkig van mensen die om je heen staan. Die je gewoon goed mag, die aardig zijn tegen jou. Dat zijn de echte mensen. Geld, ja, dat heb je nodig om een boodschap te doen. Eten te kopen, kleding, dat soort dingen. Je werkt met geld aan voor je gezin. Om je huis. Om alles eigenlijk, gewoon om te onderhouden. Hier is het restaurant. Restaurant Malkschoten. Ik zeg later, abonneer als je nog niet al geabonneerd bent. Duim achter en ik zeg later, doei.